In de schitterend geoutilleerde Margriethal in Schiedam hebben bijna 2000 toeschouwers de Nederlandse judoploeg zien winnen van het Franse vertegenwoordigende team. In de categorie der lichtgewichten kwam Theo Klein op de mat tegen de zwartharige Fransman René Eke. Het werd een boeiende partij waarin de tegenstanders elkaar herhaaldelijk op de tatami drukten zonder evenwel tot een beslissing te komen. Tatami tussen twee haakjes is de Japanse benaming voor de judomat. Bewondering had men voor radioreporter Anton Gesink, die zijn luisteraars goed nieuws kon melden uit de partij van blonde zwaargewicht Wim Ruska en de veel kleinere Jacques Bart. De Nederlandse reus kreeg de Franse judoka enige malen zonder al te veel moeite tegen het canvas, maar dat was nog niet voldoende voor de overwinning. Ruska behaalde het punt tenslotte met een vakkundige uchimata, oftewel een tiende heupworp. Hierna moest de arme Fransman ook nog aantreden tegen de wereldkampioen, maar dat duurde slechts 14 seconden. Anton Gesink paste met succes een elfde beenworp toe. En toen lag Jacques Bart weer op de tatami. Nederland, dat in bijna alle categorieën sterker was, won de landenwedstrijd met 10-4.